In deze video zullen we even de basics uitleggen ten aanzien van beeldoptimalisatie. De eerste knop die daar heel belangrijk in is, is de knop die hier zit. Dat is de gain-knop. In dit geval staat daar een B op van black and white imaging. Uiteraard is het wel van belang dat je eerst de juiste preset gebruikt. We scannen nu een pols of een hand en daardoor hebben we ook de wrist preset gepakt. En daarna kun je het beeld nog een beetje gaan fine-tunen middels die basic instellingen. Nou, de eerste is die gain knop. Ik zal hem eens even opdraaien. Dan zie je dat er eigenlijk meer het terugkomende signaal wordt eigenlijk versterkt. Dus je zou het kunnen zien als een volumeregelaar van je beeld. En bij sommige patiënten zul je dat wat hoger willen zetten, bij anderen wat lager. En het optimum, ja, dat vind je eigenlijk altijd in de praktijk. Bij de preset staat die altijd op een bepaalde stand van de gain. Maar het is per patiënt altijd weer individueel even een beetje spelen met de gain. Dus dat is die knop. Daarnaast is er ook nog de mogelijkheid om de gain niet over het gehele beeld, maar ook per niveau te reguleren. Dat doe je met deze knoppen die hier staan. Deze knoppen, dat zijn de TGC-knoppen. En ik kan dan ook per niveau, ik zal eens even de bovenste schijf helemaal openzetten. Hier, dan zien we dat het oppervlakkige gedeelte hier, dat daar nu heel veel gain zit. En als ik die helemaal terugdraai, dan staat die laag. Die curve, dat is die groene lijn die hier aan de zijkant in beeld ziet. Daaraan kun je ook zien hoe die staat ingesteld. Die staat nu vrij recht, dat klopt ook, want ze staan hier recht. En je kunt dan eventueel nog het beeld per niveau kun je dat gaan reguleren. In principe probeer je deze altijd een beetje zo in het midden te houden, in die richting. Dan de volgende instelling, de frequentie. De frequentie, je kiest voor een hoge frequentie als je oppervlakkige structuren met wat meer detail wilt zien. Je kiest voor een lagere frequentie als je wat dieper wilt kijken. Dat reguleer je dus met deze knop, de focus. Die zien we aan de zijkant hier in beeld, dat is het pijltje. Die zet je eigenlijk altijd in de structuur of net iets onder de structuur die je wilt zien. Nou, in dit geval gaat het ons om de flexor pollicis longus space. En als ik die focus dan wat naar beneden zet, dan zullen we nu de nadruk meer leggen op de weefsels die we hier in de diepte zien. Dan verliezen we hier wat scherpte in het beeld en winnen we hier in de diepte wat scherpte erbij. Dus dat wat betreft de focus. Dan schuiven we door naar het volgende scherm. Dan krijg je hier een aantal andere opties. Eentje daarvan is het aantal focuspunten. Hier zie je dat er nu één focuspunt geselecteerd is. Je zou ervoor kunnen kiezen om twee of misschien nog wel meer focuspunten in het beeld te zetten. Dat gebruik je met name wanneer je grote structuren, bijvoorbeeld in het bovenbeen, de rectus femoris en het vastus intermedius samen, dan wil je de focus wat meer verdelen over het hele beeld. Dus dan zou je ervoor kunnen kiezen om het aantal focuspunten op te voeren. Als laatste heb je hier nog de dynamic range. De dynamic range, als ik die lager zet, dan zie je eigenlijk al wat er gebeurt. Dan ga je minder grijswaarde gebruiken. Je gebruikt meer de twee uiteinden van het spectrum, dus heel zwart of heel wit. Waardoor je meer contrast in je beeld krijgt. Nu staat het uiteraard veel te laag. Ik zal hem eens helemaal omhoog zetten. Dan zie je dat je heel veel tinten grijs gebruikt. Dan moet ik zelfs de gain een beetje opvoeren, zie ik. Maar dan verlies je ook weer wat interne structuur. Dus ook dat vind je eigenlijk bij je patiënt het optimum in de praktijk. En je zou kunnen zeggen dat bij de wat volumineuzere patiënten kies je voor een wat lagere dynamic range. Dan krijg je wat meer contrast. Dat heeft namelijk ermee te maken dat het vetweefsel veel absorptie geeft van je signaal.